Maar hoe moeilijk is het op een gegeven moment om afstand te nemen van al die spullen? Want ik geloof volgens mij in 2016 ja. had je die financiële uh, ja. situatie. Het, ik weet niet hoe hoog je schuld toen was, maar een uh, paar ton. Dus uiteindelijk was het ja, bijna anderhalf miljoen. Anderhalf miljoen schuld. Dus, maar hoe gaat het zoiets? Krijg je een telefoontje van de accountant <laughs> en, en die zegt, hé hey bro. Hey bro, we hebben een probleem. <laughs> En nee, maar gaat dat zo? Is het? <laughs> ja, het is er ik al gegroeid. De eerste schok kwam toen ik wakker werd de ochtend en ik zat ik zes ton in de schuld zat. En toen dacht ik gaan gaat goed maken. Maar ja, ik had, mijn, ik had mijn hele leven en toen werd het steeds meer. En op een ja. gegeven moment dacht ik van nee, nu moeten we echt het roer om. Maar kwam er geen geld binnen? Van, want, want het geld vooral binnenkwam uh, nee, was vooral binnenkomen van een product? Er kwam geld binnen, er kwam geld binnen, maar op een gegeven moment werd het geld minder. Want ik raakte mijn programma kwijt. Ik was gestopt met theater, dus er kwam minder binnen. Ah, en dan ja. je, dat gaat niet meer opvullen. Ja. En dan gaat het dus op een gegeven moment heel snel. Ja. En toen kreeg ik de bank, die zei van, je moet je huis verkopen, die zit daarin. ik heb het op tijd kunnen verkopen gelukkig, maar wel met verlies. waardoor ik dus weer een dingen overhield. Maar ik heb het allemaal heb ik niet afgehandeld. Ik heb, dus, ik heb, al, mijn, ik ben, ik heb al mijn schulden kunnen betalen. Ja. Uh, Hoe bizar is dat? In ja. die mindset, die switch. Van inderdaad, de ene moment ja. heb je alles en daarna opeens. Ja, ik zeg, ga je eerlijk zeggen, toen ik op een gegeven moment mijn Porsche moest wegdoen. Ja. En die kan jij dat je netje, toch? Ja, ik kan ja. een kan Ik heb een helemaal matzwart gemaakt. Ja. Echt in de motherfucker. <laughs> en uh, ik moest op een gegeven moment weg. Doen, want ja, het kostte me gewoon te veel. Ja. En toen kocht ik het in, de in voor een, voor een Volvo. <laughs> en ik schaamde me met die Volvo te rijden. En dacht ik achteraf dacht van: nigger, waar ben je mee bezig? Een Volvo is een goede, is auto, een goede auto. ja, ja. Ja, ja. It, het is, ja. Maar dat is dus dat is wat, wat um, sociale schaamte met je doet. Is ja. dat je op een gegeven moment jezelf ook gaat. Uh, op dat niveau gaat te van ja, maar dan alleen ben ik waardig als ik die Porsche rijd. Als ik dat niet doe, dan gaan mensen me veel minder aanzien. En die periode heeft misschien een maand, twee maanden geduurd, tot ik erachter kwam: van really? En toen, ik echt, toen ben ik gaan zeggen: van nee, maar het gaat er wel goed in mijn leven. En als je dan gaat concentreren op wat wel goed gaat in je leven, dan kom je in die stroomversnelling om weer terug te komen. Dan ga je zien: van nee, dit is wat goed gaat, dit is wat goed gaat. Ik heb een reputatie, ik heb een naam, mijn kinderen doen het goed, ik heb een goede relatie met mevrouw Dit. En dat zijn de dingen die op een gegeven moment. Ja. Weer de, de, zeg maar, het, 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 ja, de, 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 de energie geven om weer ja. op te bouwen. Ik vond een van de moeilijkste dingen uit die periode, wat ik echt voelde, ik, ik, ik zei dat tegen mijn moeder. Ik vond, zeg maar, toen ik dat zag gebeuren, toen was er één moment waarvan ik dacht van, uh, wat mij echt raakte, was toen je op een gegeven moment tegen je dochter moest zeggen dat ze, ze uh, studeerde in Londen, Londen ja. en dat je dat zei van, ja, de school, dat vond ik eigenlijk het ja, aller... Dat alle... was ook een van de zwaarste dingen ja. die je moest doen. Gelukkig was ze ook op het punt dat ze na jaren het had een beetje had gezien in Londen. Ja. Uh, ze wilde graag nog iets anders proberen. Ik zei: maar als je iets anders wil proberen, ga je het in Nederland moeten doen. Ja. Ik kon het gewoon niet meer betalen. Ja. Maar ik ben altijd eerlijk naar mijn kinderen geweest. En daardoor hebben ze ook nooit verwend gereageerd of dat ze teleurgesteld waren. En tegen deze, mijn dochter in mijn ik ben heel dankbaar dat ik tenminste dat jaar heb kunnen meemaken. Mooi, weet je? Dus het heeft ook wat je je kinderen meegeeft, is heel belangrijk. En ja, het was natuurlijk was, was heel zwaar als je eigen kind moet zeggen dat hij ze Ja goed. man, ik zag. Zou... Oh, yeah. Op een gegeven moment dacht ik ook, ik, ik betaal meer aan huur voor het kind in de, voor een appartement van 20, vierkante meter in Londen dan voor mijn eigen hypotheek van mijn huis. Shit's wrong. What?